Zoals jullie misschien wel weten, houd ik ontzettend van sushi. Je kunt alleen niet zo makkelijk elke dag sushi eten. Maar ik wil jullie vandaag een super simpel receptje laten zien. Dat je bijvoorbeeld als lunch kunt eten, maar ook als warme maaltijd. Wat heel erg de smaak van sushi benadert. We gaan namelijk een sushi bowl maken. Oftewel een kom met eigenlijk alle ingrediënten erin die je ook in sushi tegenkomt. Ik ga je laten zien hoe je het maakt. Het is super simpel en snel klaar, dus let's go. Allereerst heb ik rijst in water gedaan en op het vuur gezet. En dat kook ik gewoon volgens de aanwijzingen op de verpakking. Ik heb gekozen voor pandanrijst. Als je het helemaal 100% gezond wilt doen, kies je voor zilvervliesrijst, want het bevat meer vezels. Maar ik vind pandanrijst gewoon heel erg lekker. En ik vind het heel erg leuk staan op de foto. Dus pandanrijst. Ik heb 60 gram rijst afgewogen en dat kook ik in een beetje water voor 10 minuutjes. Ondertussen ga jij bepalen waar jij jouw sushi bowl mee wil vullen. Ik kies voor garnalen vandaag, maar je kunt ook zalm gebruiken of krab of zelfs kip, of je kunt hem vegetarisch maken. Echt eindeloze mogelijkheden. Ik heb hier sojaboontjes, ik heb wortels, ik heb een tomaatje en komkommer, ik heb babyspinazie en een klein beetje sesamzaadjes. Wat er bijvoorbeeld ook heel lekker in is, is avocado, of je kunt er rucola in doen, je kunt er paprika in doen, of ja, eigenlijk alles wat je wilt of wat je ook wel eens in sushi tegenkomt. Ik ga de komkommer, de tomaat en de wortel in kleine stukjes snijden. Is het alweer tijd om jouw kom te gaan vullen. Ik heb de rijst even afgegoten en als je wilt dat die minder plakt, kun je hem even met koud water afspoelen. Die gaat in de kom, of in mijn geval in het bord. En dan ga je jouw toppings naar keuze erbij voegen. Ik leg er komkommertjes bij en wortel, wat van de tomaatjes, een klein beetje spinazie. Dan een beetje van de sojaboontjes. Deze zijn heel lekker en kant en klaar. Je kunt ze zo kopen bij bijvoorbeeld de Albert Heijn. En dan wat garnalen. Je kunt er trouwens ook zeewier doorheen doen of zelfs zeeviervellen. Die kun je tegenwoordig ook vaak kant en klaar kopen. Die kun je er doorheen doen. Dan geeft het nog meer echt die sushi textuur. En ik zag bij de Albert Heijn ook gewoon zeewiersalade. Dus die zou je ook prima kunnen toevoegen. Dan vind ik het heel lekker om er een paar sesamzaadjes overheen te doen voor echt dat oosterse gevoel. Die kun je even roosteren, maar het hoeft niet per se. Eventueel kun je het serveren met een klein schaaltje sojasaus of andere saus die je lekker vindt voor eroverheen. Hoeft natuurlijk niet. En dan kun je heerlijk eten. Je hebt het gezien, mega makkelijk, super snel klaar en je kunt variëren hoe jij dat wilt. Ik vind de sushi bowl echt een heerlijke lunch. Als je hem ook gemaakt hebt, laat het dan zeker even weten. Als je de hashtag OptimaVita gebruikt op Instagram, zie ik zo ook even langskomen. Dat vind ik heel erg leuk. Verder vind ik het ontzettend gaaf als je subscribt op mijn kanaal. Dan blijf je ook op de hoogte van alle video's. Ik zie je heel graag de volgende keer. Doei doei!